Vital Heijnen, deze partij was misschien nog wat tricky omdat onderschatting dreigde, maar eigenlijk Kragujevac een maat te klein. Ik denk zelfs meer dan een maat. Hè. Verschillende maten. Ik vond dat wij een goede wedstrijd spelen, maar zij waren onbestaande. Hè. Ik denk de tweede set hebben ze even 2 punten voorgestaan. En daarna was het verschil heel duidelijk. Hè. Maar ik moet wel, ik ben coach van Norrico, dus ik moet die mensen ondersteunen. Dus ik van, we hebben dat heel professioneel, heel gedreven aangepakt. Hè. Daar is geen enkel moment in die wedstrijd geweest die denkt van oei, dit wordt even moeilijk of zo. Nee. Je hebt altijd 2, 3, 4, 5 punten voor en ze blijven enthousiast spelen. Ik vond dat heel goed presteerd van ons. En zo winnen jullie de groep voor Cuneo, wat op zich zeer sterke prestaties. En ontlopen jullie een aantal zware tegenstanders voor de volgende ronde? Ja, we gaan wachten. Vrijdag 2:30 is het verdict, is de lottrekking. En we ontlopen heel wat zware tegenstanders. Daar blijft natuurlijk Trento in de groep zitten van de second, van de tweede geplaatste. En Roeselare, dat zijn toch twee... Maar volgens je voorzitter kunnen jullie in de volgende ronde niet tegen Roeselare geloot worden, zegt hij. Dat hoopt hij. Hè. Ik denk, misschien heeft onze voorzitter daar betere relaties in met normaalste een trekking. En gaan we zien wat eruit komt. Hè. Dus op dat vlak weet ik het niet, Steven Achter. Maar we hebben gedaan wat we moesten doen. Hè. We zijn eerste geëindigd. Daardoor is die kans, want dat is eigenlijk heel eerlijk. Kijk, de kans dat Roeselare een goede trekking heeft, is eentje. Namelijk Mazeik. En alle anderen zijn 3 Russen. Belgatov. Waarschijnlijk gaat Cuneo als beste loser omhoog naar boven. Zijn Kanjers. De kans dat wij een goede trekking hebben is iets hoger. Maar dat is het mooie aan kans. Je moet eerst zien wat er gebeurt. Hè. Maar we hebben gedaan wat we moesten doen. We moesten. Wat niemand verwacht. We hebben onze eerste plaats afgedwongen. En van daaruit gaan we zien. Hè. Zelfs al trekken we Trento. Ik ga toch iedereen wijsmaken dat we gaan winnen. Maar heb je een voorkeur? Dan denk ik Unterhaching Tour. Ik heb geen voorkeur. De tweede match thuis. En dan als groepswinnaar krijg je die tweede wedstrijd thuis. Dat betekent dat je bij een gelijke stand een wedstrijd de golden set thuis hebt. Dat is belangrijk. Want we hebben bewezen dat we thuis tegen iedereen kunnen winnen. Dus eigenlijk, ik loop al een paar maanden over van hoogmoed. Hè, maar voorlopig ben ik niet van mijn stoel gevallen. Hè. Ja, dus ik zeg nog altijd, wij gaan voor die Final Four. En wij geloven dat we nu een goede stap gemaakt hebben. Nog 2 stappen, maar we proberen het stap voor stap. En we zullen zien wat het wordt. Hè. Ja, en jij zegt dat al een aantal maanden. Maar op een of andere manier beginnen jouw spelers het te geloven. Want... Jo van der Kraan zei daarnet ook, ja, onze doelstelling is gewoon Final Four, dat gaan we gewoon halen. Tuurlijk. De uitdrukking van de dag was, if you want it, go and get it. En dat passen we gewoon toe, wij gaan dat halen. Als je het niet gelooft, ja, dan moet je komen kijken, Christine. En dat kom jij zeker doen, dus kom maar kijken. Even iets anders, stevige geruchten dat jij ook bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg wordt. Wat is daarvan aan? Dat is een veel te zwaar gerucht. Hè. Het is heel simpel. Hè. Redbert Strikwerda is coach van Apeldoorn. Is kampioen van Nederland. En mezelf, we hebben eigenlijk een hele goede relatie. We hebben altijd gezegd, van als we ooit ergens een kans krijgen om nationale ploeg te rennen, gaan we dat samen doen. En dat is het enige wat daar gebeurd is. Dat hebben we uitgesproken. Er zijn een aantal gesprekken geweest met de Nederlandse federatie daarover. Ik kan natuurlijk niet verbergen dat ik in de laatste jaren met heel wat Nederlands gewerkt heb. En dat voor mij heel positief was. Maar schijnbaar voor die jongens ook heel positief. Dus op dat vlak zijn daar wat elementen om te zeggen. Redbert Strikwerda heeft hetzelfde verhaal, heeft met heel veel Nederlands gewerkt. Dus daar is wat kennis en bekende aanwezig. En daar situeert het verhaal zich nog. Het situeert zich nog echt in de wandelgangen. En we gaan wel zien of we uit die gangen geraken en welke kant dan. Hè. Maar kom, jij bent altijd heel realistisch. Hoe realistisch is die kans dat jij binnenkort ook coach van Oranje bent? Het is geen 50%, hè. Een stuk lager. Hè. Ik denk dat daar veel meer kandidaten zijn... En wij zitten in een situatie waar we nog een eigen club hebben die we zeker niet willen verlaten, allebei. Dus je zou het combineren met Mazeik? Altijd een combinatie, ja. Dus altijd een combinatie. Omdat ik vind, nationale ploeg heeft volgend jaar een programma van 2 maanden. Ik kan geen 12 maanden thuis zitten. Dat doe ik mijn vrouw en mijn kinderen niet aan. Hè. Ik moet af en toe weg zijn. Hè. Maar je hebt heel veel, zoals je zelf zegt, Nederlandse spelers die jouw kandidatuur wel zullen steunen. Ja, dan moet je aan die jongens vragen en zo. Dus, maar ik kan niet ontkennen dat ik heb daar een hele goede relatie mee gehad altijd. Hè. Ja, zowel, ik denk, beginnen met Robert Horsting over Kai van Dijk, Alan van der Looy op Polides en nu nog een stuk of 3. En alle anderen ken ik van zoveel wedstrijden te volgen. Ik bedoel, ik heb misschien alle spelers al ooit naar Mazeik willen halen. Ik denk dat ik de telling moet maken dat ik ze alle 14 al ooit benaderd heb om naar Mazeik te komen. Dus ik ken ze alle 14, ja, dat klopt. Ja. Wanneer wordt die knoop doorgehakt? Oh, dat is nu bij mij. Hè. Wij hebben alleen maar een idee uitgewisseld, een project ingediend, uitgelegd hoe wij het zouden zien. Maar dat is aan de Nederlandse federatie om daarover verder te spreken, moet je daar vragen. En, ik denk dat we zitten nog echt tussen geruchten tot halve waarheden. Hè. Dus het is nog veel te vroeg om daar serieus over te spreken. Maar spelverdeler Vital Heijnen, die het even beter gaat doen dan spelverdeler Peter Blanger. Ja, maar
soms zeg ik, ik ben geen echte Belg. Hè. Soms denk ik altijd van, ja, dat kunnen we. Hè. En ik hou van uitdagingen. Hè. Ik hou van de uitdaging van de Final Four en dat is de grootste uitdaging. Maar als mij meisjes uit de beachvolley vragen, probeer ik dat ook. En in dit geval is het net hetzelfde. Ik hou van een uitdaging. Ik wil een aantal dingen kijken of ik dat kan. En af en toe een keer met de kop tegen de muur lopen. Maar als het gaat over het verhaal Final Four, ik denk dat we voorlopig al menigeen verrast hebben. En we gaan het proberen vol te houden. Maar toch niet vergeten nu even tijd te nemen om te genieten. Wow, morgen, ik heb juist uitgelegd door andere mensen, morgen vroeg is vrije training. Hè. De spelers die vandaag niet genoeg gedaan hebben, gaan morgen vroeg extra trainen op hun vrije dagen. Hè. Maar dat weten ze nog niet. Oké, bedankt Vidal.